S op Drift is weer een feestje. En daar is het doen. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. S op Drift, voor de mensen die nog niet weten wat het is. Wat is S op Drift? Nou, S op Drift, het thema dit jaar is op Drift in Heaven. In de hemel, vrij vertaald. Zeker, in de hemel, ja. En S is eigenlijk wel eigenlijk een klein beetje een plek hier op aarde die veel mensen beschouwen als de hemel. Ze vinden het heel dat mooi. Dat is nogal een uitspraak. Ja, dat is zeker een uitspraak, ja. Maar ik heb een videofilm gemaakt van sommige artiesten die hier op het podium staan. Die is hier ook op het terrein ook te zien. Vraag ik ze van, als jij nou moet nadenken over hoe het er in de hemel uitziet, dan zeggen ze eigenlijk heel snel van, nou, voor mij is S eigenlijk al de hemel op aarde. En hierna, wat hierna komt, ja, dan zien we wel, maar we moeten hier genieten, want hier is een beetje de hemel op aarde. Zo ervaren ze het wel. Dus mocht ik in de hemel komen, dan kom ik hier terecht? Dat zou zomaar kunnen, ja. Dat zou zomaar kunnen. En dan zou je heel goed terechtkomen. Is het gezellig hier? Ja, het is hartstikke gezellig. Was er nou zo gezellig aan? Nou, de sfeer, hè? De opstelling. Mooi, oh, leuk. Lekker? Tuurlijk lekker. Hè? Ja. En een paar pilsjes bij de zoon Heaven natuurlijk. Nou, maar ik moet niet zoveel drinken, hè? Ja, ik moet drinken, ik moet terug naar best, hè? Ja, dus... maar ik heb vroeger hier al gewoond. Dus, ja... Dan denk ik van, ah, dan gaan we toch even een keer... ontdekken. Hebben jullie allemaal oorproblemen of face it? Ja, nee, je moet hier heel goed luisteren, want het is een silent disco. Misschien kun je wel zo even luisteren. Ik weet niet of we dat horen, maar je kunt hier zelf... Hoor je muziek, Piet? Silent disco. Wat is een silent disco? Het is dat je muziek hoort en dat je dan, ja... Hele leuke muziek. Ja. Hey. Ik hoor niks. Ja, nee, ja. Dus koptelefoon. Aha! Ja. Dan mag ik ze een beetje luisteren? Ja. Alle week op mij. Dat is leuk, ja. Oh, ze hebben de andere mensen er geen last van? Nee. Hallo. Hoi. Alpe d'Huez. Alpe d'Huez. Vertel er eens iets over. Ja, we gaan 1 juni met 10 dorpsgenoten de berg op. In het kader van Alpe d'Huez. En de bedoeling is dat we ook geld bij elkaar gehaald natuurlijk. En daar zijn we vandaag hier druk mee bezig. Mooi. En, ja, de hele S-bevolking werkt er graag mee, dus we hebben het bedrag al bijna bij elkaar. Zo. Dus dat gaat heel erg goed. Super. Dus, nou, ik ga eens even een tentje kijken. Ja, zeker doen. Zeker doen. Lukt een beetje? Hey. Ja, zeker. Het begint nou een beetje te lopen, ja. Ja? Ja. Net was het nog rustig. Ja, we waren natuurlijk ook al vroeg, hè. Om 7 waren we er. Dus. Nou, lekker allemaal, hoor. Maar waarschijnlijk gaat het daar nog harder lopen als het wat later wordt. Dus, en opbrengst gaat allemaal naar Alpe d'Huez. Ja, klopt. Ja, ja, klopt. Ga je ook fietsen? Ik ga lopen. Lopen? Lopen, ja. Lopen? Ja, lopen. Bijna 14 kilometer en alleen die berg op stijgen. Ja. Ja. Ik vind het knap. Ja, maar het is heel bijzonder. We zijn 5 jaar geleden ook al geweest. Toen Eefje, die daar staat, ja. Die heeft toen gefietst. En, dan moet je hier afblijven dus. Ja. Ja, eigenlijk wel. Dat gaat niet, hè? Nee. Je moet wel fit zijn, ja. Ja. Ja, dus... Nou, veel succes. Dankjewel. Ze zijn weer. Hoi. Hoe is het? Ja, goed. Tuurlijk. Gezellig, hè? Ik was eigenlijk mijn dochter aan het zoeken. Maar ja, dat lukt niet. Dat lukt niet. Nee, ik kom te veel mensen tegen. Gezellig hier, hè? Ja, echt wel. Ja, het hele dorp is er denk ik. Maar jij bent van Pep. Ja, dat wel. Is er ook een relatie met die mensen hier en Pep? Er is altijd een relatie tussen Pep en mensen. En met inwoners van S uiteraard. Op Drift is wel een kenmerkend voorbeeld van een evenement wat zichzelf helemaal bedrijft. Dat kenmerkt S weer heel erg. Zeg maar, we hebben vanuit Pep ook wel een keer aangehaald van we kunnen een helpende hand uitsteken, maar dat is helemaal niet nodig. Het wordt gewoon geregeld tegen S. Ik heb begrepen dat het evenement eens in de 5 jaar plaatsvindt. Ik denk, het duurt dan niet wat lang? Nou, in deze vorm doen we het 1 keer in de 5 jaar. We zijn met een vrij kleine club die zeg maar, vanaf begin tot eind alles neerzet. Het thema bedenkt, de artiesten bedenken wat er allemaal bij komt kijken. In de week zelf, voorafgaand, dan hebben we heel veel vrijwilligers. Dan komen we er bijna in om, want alle S'naren willen heel graag meehelpen. Maar we vinden het belangrijk eigenlijk om een beetje, ja, hoe kun je het zeggen, een beetje
honger te kweken naar het evenement. Ja, maar als... 5 jaar? Ja, maar ja. Dat is lang. Dat is best lang, maar dan vinden wij het heel mooi. Dat is op drift. Nou, gewoon dat qua organisatie al, hè, dat er heel veel mensen, vrijwilligers zijn die dit willen organiseren. En toch weer een momentje dat we met z'n allen hier stil kunnen staan. En vandaag is natuurlijk een mooie dag qua bevrijding. Ik sprak net een van de organisatoren, maar had het over 5 jaar. Ik vind het nogal lang duren weer, over 5 jaar pas. Oh ja, daar ben ik eigenlijk helemaal mee bezig geweest dat het om de 5 jaar is. Nee, best lang? Ja, best wel lang. Ja. Kim, ben je van de muntjes? Kim, kom aan de andere kant kijken. Piet, kom. En dan nog Kim. Ik ben de zus van Kim. Aha. De mensen, dat zeggen ze. We hebben dus zelf een shirt aan. Kijk. Ja, nu wel. Ja. Kim, draai je even om. Nee, dat durven ze niet. Nee. Niet. Maar hoe is het hier? Ja, kijk eens. Mooi. Ja, mooi gebouw. Ja, daar houden we van hier in Es. En dit is het duo Lof. Dank je. Hey, ik ga wel nog een keer. Hey, Ramona. Ik heb wel de boek gezien. Ja, Lof wil graag je zingen voor camera. En jij ook. Welk liedje? Dit. Ik weet nu dat er een engel bewaart. En gezellig hier, hè? Het is gezellig hier, klopt, Roel. Ik denk, Wim gaat ook wel een stukje zingen. Nou, doet je niet. Wel zaagjes op de achtergrond, maar niet voor een microfoon. Maar kun je helemaal niet zingen? Jawel, natuurlijk wel, maar die talenten die toon ik niet overal. Oké, okay. Ik ben heel benieuwd eigenlijk. Dat snap ik. Dat gaat niet gebeuren? Nee, gewoon niet, gebeuren. Maar het is mooi hier, hè? Het is prachtig, en het is vooral mooi om te zien zo'n gemeenschap, dat die dit op poten kunnen zetten. Nou, en het leeft gewoon in het dorp. Ja, ik heb gezien dat ze al een week aan het bouwen zijn geweest, met heel veel vrijwilligers. Ja, prachtig. Jij gaat zo meteen optreden? Dat klopt. Wat ga je doen? Liedjes zingen. Alleen. Alleen? Ja, mezelf begeleiden met de gitaar. Met de gitaar? Ja. Mooi. Ja, okay. En waar gaan de liedjes over? Ja, het zijn covers wel. Veel gaan over liefde. Covers? Covers, ja. Wanneer komen de eigen liedjes? In de herfst. Serieus? Ja. Ja, er komt een EP'tje uit, 3 nummers. 3 liedjes? Ja. Leuk. Ja. Dan zijn we er klaar voor. Helemaal alleen op het podium. Maar dan kan ze keigoed. Sarah! Ja, heel veel talent hier optreden. Heel veel talent. En het leuke ervan is, ze komen bijna allemaal uit Es. Er zit heel veel talent in Es. En ja, wil het ook laten zien. En dat vind ik extra leuk. Ja, dan noem ze een paar talenten. Sarah Bormans achter mij, Melody Martens. Er komt dadelijk een hele mooie gelegenheidsband. Met Maud, met Joni, Chiara, Corine. Nou, we zijn legio mensen die hier in Es heel goede zangtalenten hebben. En die we heel graag op het podium hebben staan. Hoe staat het met jouw zangtalent? Heel slecht. Vooral mij niet vragen om te zingen. Oké, okay, dankjewel. Jullie zijn van de organisatie? Ja. Ja. Zijn we? Ja, jij ook? Ja, samen. En gaat het goed? Ja, het gaat echt super. We zijn echt... Ja, we hebben...
heel veel geluk gehad natuurlijk met het weer, dus het is gewoon geweldig. Ja, ja, het is echt... Ja, vanmiddag was het slecht, hè? Vanmiddag was het heel slecht, maar nu is het fantastisch. Ja. We zijn heel tevreden, heel blij. Het thema is heaven? Ja. Sorry? Het thema is heaven? Ja, het thema is op drift in heaven. Dus jullie lijflied van nu is? Nee. Nee, niet engelbewaarder. Ja. Nee. Ik heb het wel al gehoord, ja. Ik heb het wel al gehoord, maar dat is niet per se mijn lijflied. Een klein stukje zingen? Nee. Dat moet ik nog veel meer drinken en ik blijf nuchter vanavond. Dus, nee. Groot gelijk. Nee, en je loopt ook het risico, hè. Als ik ga zingen... Dat gaat regenen. Ja. Moet je niet willen. Oké. Okay. Dat is een andere, niet? Maar in principe hetzelfde. Een biertje, plezier. Als ik, moet ik, ik moet niet springen nou, hè? Nee. Nee, maar mooi feestje toch? Toch? Zo gaat het hier altijd, hè? Dat hadden wij al gezegd, hè? Ja. Het is niet alleen carnaval, maar het hele jaar door. Hier in Es is het gewoon altijd feest. Dat is mooi. Dat dacht ik wel, ja. Vind ik ook. En hoe vind ik jullie daar, hier? Het is hartstikke gezellig. Hartstikke mooi, gezellig, goed gedaan, goed georganiseerd. Ja, dat dachten wij ook. En natuurlijk, ja, elk feestje zijn we erbij, hè. En dat moet hier ook. Maar je ziet ook weer de opkomst hier. Ja. Zo gaat hij hier altijd de les. Ja, mooi. Dus, komt goed, jongen. Zo is het. Dankjewel. Zo is het. Veel plezier. En is lekker? Ja, heel lekker. Ja? Wat heb je op? Kroketjes, bamischijf. Ja. Van alles nog wat. Lekker. Niks in de burger blijven zitten? Nee. Goed schoonmaken vanavond, hè? Ja. Ja. Hoe is je dat nou nodig, Roel? Ja. Ik kan maar jou zingen. Hoe ging het net? Ja, voor ons gevoel wel goed, maar ik weet niet of het... Het geluid ook zo overkwam. Ja, het klonk hartstikke goed. Oh. Oh, hartstikke mooi. Hartstikke goed. Mooi jongen. Nou, dan zou ik zeggen, kom 1 juli luisteren. 1 juli? 1 juli. Ja, zeg maar. 1 juli, jubileumconcert in de S. In de S van Innovation. 25-jarig jubileum. Dus ik zou zeggen, kom gezellig luisteren. Goed gedaan. Eerste hulp bij ongelukken. Ja. Zijn er al ongelukken gebeurd? Of zijn er geen ongelukken gebeurd. Nee. Aha. En we hopen ook dat dat zo blijft. Dus, ik ook. Ja. Geen schrammetjes? Geen schrammetjes. Nee, bloedneuzen? Niks, nog niks, helemaal niks. Wespen steken ook niet, want die waren er niet. Saai. Dus ja, dat is wel saai. Maar ondertussen, we houden ons toch wel bezig. Ja, hè? Dat komt goed. Mooi. Komt goed? Ja. En zijn jullie al een beetje in de hemel? Ja. We zijn altijd in de hemel. Helemaal in de hemel, hè. Het is gezellig hier. Ja? Ja. Was er zo gezellig? Nou ja, gewoon de muziek, de sfeer, de Essenaren. Ja, kei mooi. Kei gaaf. Dus. Bier ook lekker? Oh ja, het smaakt wel. Het smaakt wel. Dus, mooi. Ja, op zich, met cola kon het ook, hè. Met cola kon het met ook. Met cola kon het ook. Oké. Okay. Ja. Geloof er niks van. Dankjewel.